Ik heb hier een raam en die dorpel, die onderdorpel is verrot. Hier zo kan je je vinger insteken. Dus het is helemaal door en door. En nou denk ik dat te vernieuwen, want hier is het wel hard en hier, dus ik denk dat dat wel goed is. En er zit isolerende beglazing in, ofwel dubbel glas. En nou is dat gevaarlijk, want het kan kapot gaan. Dus ik moet voorzichtig zijn. Dus ik denk met mijn multizaag die verbinding open te zagen. Want het is een soort vingerlasverbinding. Zo in drieën. Zo van die. Zo. En kijk, dat. Je kan hier natuurlijk wel zagen. En hier zit kit tussen, dus moet ik met een mesje even los snijden. En dan hoop ik dat ik een gedeelte heel hou, dat ik het profiel heb. Dat ik dat kan namaken. En nou, hier zit dus een stukje in waar je in je kan zagen. En dan hoop ik dat dat glas, dat zit ongeveer een centimeter lager dan dat hout daar zo. Zo, dat teken ik even zo af. Dus daar mag ik niet komen, daar zo. Nou, maar als ik heb een ronde zaag, dit geeft een min. Maar dan kom je maar een klein stukje. Dus dat, ja. En ik moet een beetje goed recht kunnen richten. Niet weggeholpen. Zo. Kijk, dan sta ik hier veel makkelijker.
Dit is een mooie Japanse zaag en dat staat een beetje op stoot. En als je dan hard drukt, dan gaat die haken. Dus je moet hem eigenlijk erg loslaten, die zaag. Kijk, want als ik dit ga doen, dan valt het nog mee. Maar je moet hem lichtjes... De zaag moet het werk doen. Zo. Doe ik daar een stukje op lijmen voor. Want het hout is aangetast hier. Dus ik zaag hem hier door en ik lijm er een plankje op. Als ik dat wegzaag, dan kan je ook meer zien ook. Dus dat laten we nu even rusten. En dan leg ik hem op de werkbank. En dan ga ik daaraan prutsen. Maar ik ga eerst die dorpel maken. Kijk. Kijk, er zit nou in tweeën dit gedeelte en dit gedeelte. Wat hebben we nou? Zo'n plankje en dit gedeelte. En kijk, nou is dit hoger dan dit. Maar dat geeft niet, dan lijm ik hem eerst. En dan leg ik hem er zo op dat hij de onderkant gelijk loopt. Kan ik zo klemmen. En dan ga ik hem later op de cirkelzaag schuin zagen. Ik heb van de ramen, zoals die hier staat, die opening hier wat ik weggehakt heb, die heb ik even gevuld of behandeld met houtrotstop. Houtrop, impregneer heet het tegenwoordig. En ik geloof dat je dat twee keer of zo doet. Dus ik heb het gisteravond gedaan, dat is nou wel droog. Misschien doe ik het dan nog een keer. Want het is een beetje link hier zo bij die ontmoeting van dat houtrot, dat daar misschien schimmels in zitten. Maar de kwaliteit van deze houtsoort, of het is waarschijnlijk Maranti, maar dan voor een periode dat ze nog goede Maranti hadden. Daar is ook nog verschil in. Dus in de jaren 60, toen kwam die Maranti in de handel. En toen waren het Dark Red Maranti en zo. Ik zie hier aanslag en dat wil ik wegschrappen. Dat doe ik dan met de beitel. En als dat gezond is, dan kan dat heel goed. Maar nou merk ik, hier gaat het bijvoorbeeld opentrekken. Kijk. Dat betekent, dat is zacht. Nou zit dat achter de glaslat. Dus ik denk ook dat ik dat met een gutsje een beetje hol uithak. Dan behandel ik het met die impregneer. Ik ga nog een beetje proberen om het schoon te krijgen. Zonder het glas te beschadigen, want dat is natuurlijk het punt, hè.
Nou, ik heb nou twee ramen gemaakt. Een bredere en wat smallere. En er zat glas in. Dat heb ik erin gelaten. Het grote raam vond ik een heel gewicht om te verplaatsen. Dat van mijn werkbank afhalen en erop leggen. Zat op de grens. Ik krijg een beetje spierpijn in mijn armen. Dus als ik dan nog een keer van die grote ramen krijg met glas erin, isolerende beglazing, dan haal ik eerst dat glas eruit. Dus ja, dat is een wat meer arbeid, maar ja, scheelt me voor mijn lijf. Goed, is het de moeite waard om zulke ramen te repareren? Want ik hoor gelijk al iemand roepen, maak een nieuw raam en dan heb je al dat geknoei niet. Ja, nou, zo kennen we er nog een paar. Maar ik heb dat nou allemaal opgeschreven. De uren, het materiaal en nou ja, en ik sta hier in de werkplaats, dat is handig. Dus dat scheelt. Ik denk dat je per raam gemiddeld zo'n 200 euro moet vragen met 50 euro per uur. Dat is, ja, lijkt mij een redelijk tarief. Maar hoe duur is nou zo'n nieuw raam met isolerende beglazing en al die moeite die je voor moet doen? En verven, hè? Vergeet dat niet. Nou, dit zit al zo rond de 500 euro als je goedkoop bent. En het schilderen komt er dan ook bij. Je moet nog een keer een schilder ook erbij halen. Dus ik denk 500-600 euro ben je per raam gewoon kwijt.